En dan nu? Hallo kijkers, sprookjes bestaan. Er was dus een mevrouw in een middelgrote stad in een land hier niet zo gek ver vandaan en die heette Henny. Henny was ooit directeur van een woningverhuurvereniging geweest en Henny hield van verkleden. In diezelfde stad, in een ander huis, woonde een meneer en die heette Hank. Hank speelde al vroeg met autootjes en tanks en Hank hield ook van plaatjes kleuren, dus Hank had verstand van kunst. Henny had als hobby monopoliespelletjes verzamelen. Ze was dol op huizen. En ze spaarde van allerlei verschillende spelletjes de grote marktkaarten. Hank werd directeur van een uitgeverijtje, zal ik maar zeggen, dat boeken maakte over normen en waarden. Hank wist hoe het hoorde. Hank dacht, ik word burgemeester, maar dat is misschien te hoog gegrepen en besloot om lid te worden van een politieke partij en hup, hij werd maar meteen wethouder. Henny zat ook wel eens te dagdromen en wilde prinsesje worden. Maar dat kon niet echt. Dus die werd lid van een politieke partij en hup, die werd wethouder. Zo kregen ze kamertjes naast elkaar en vonden zichzelf samen heel erg belangrijk. Op een dag, niet zo erg lang geleden, kwamen er rijke mannen hun werkkamers binnenstappen en fluisterden in hun oor: "We hebben heel veel geld, maar we willen nog meer geld hebben van jullie." "Dat zou kunnen," zeiden Henny en Hank, "maar wat moeten we daarvoor doen?" "Niets," zeiden de mannen, "gewoon geven. En doe er maar een gebouw bij." En omdat Henny en Hank belangrijke mensen waren, zeiden ze ja tegen de rijke mannen en luisterden ze niet meer naar de burgers in de stad. En ze leefden nog lang en gelukkig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Wat een stom sprookje.